De gemeenten Arnhem en Rheden willen samen met de provincie een snellere fietsroute tussen Arnhem en Dieren. De 17 kilometer lange snelfietsroute moet een rechtstreekse verbinding worden tussen het Airborneplein in Arnhem en het station in Dieren. Als eerste onderdeel staat een nieuw fietspad onder de A12 tussen Arnhem en Velp op de planning. De uitvoering start dit najaar. Het fietspad komt aan de zuidzijde van de spoorlijn te liggen en sluit in Arnhem aan op het fietspad langs het Lange Water Ruitenberglaan en in Velp op de Zuiderparallelweg. Met het nieuwe fietspad ontstaat er ook een directe fietsverbinding tussen de campussen van de Han in Arnhem en Helicon in Velp. Fietsers van en naar Arnhem krijgen hierdoor een snellere, betere en comfortabelere fietsroute.